Ja, het klopt. Het klopt helemaal. En laat me dit ervan zeggen. Dat denk ik niet eens zo groot als hoe men het overbrengt. Ik denk dat men een misser heeft begaan. Omdat de wet, zowel de grondwet als het politiehandvest duidelijk zijn. En een dergelijk besluit heeft dan geen rechtskracht. Begrijpt u? Dus ik ben in gesprek met de korpschef hierover. Dus dit is helemaal geen issue. Het komt zonder meer goed. Zonder meer goed betekent dat politieambtenaren zich geen zorgen hoeven te maken over de maatregel? Helemaal niet, omdat de wet duidelijk is. De wet is meer dan duidelijk, toch? En wat zegt de wet hierover? Dat men politieambtenaren moeten gekapt en geschoren zijn. Dat zegt de wetgeving. En gekapt en geschoren betekent je baard moet groot zijn, maar het moet netjes zijn, het moet gefatsoeneerd zijn. Dat bedoelt men daarmee. En u zegt, u bent in gesprek met de korpschef hierover. Jawel. Wat zegt hij, wat is zijn onderbouwing voor een dergelijke maatregel? Nee, er is geen onderbouwing. U moet weten dat de korpschef niet zelf op alles zit. De korpschef wordt geadviseerd, krijgt het een en ander, geeft zijn mening en dingen worden uitgewerkt. Die korpschef tekent en het komt uit, begrijpt u? Dus ik denk dat het geheel daar mis is gegaan bij dit. Maar we zijn in gesprek om te kijken hoe het goed te laten verlopen zonder de politiemensen onaangenaam te zijn en ons te houden aan de wettelijke regelingen. En het is een wet die al bestaat? Jaren. Maar als die wet al jaren bestaat, was er een speciale noodzaak om dat weer te verduidelijken nu in een schrijven naar de leden toe? Of waarom heeft de korpschef dat besloten? Dat weet ik niet, dat moet je de korpschef vragen. Ik ben een van de mensen die niet zonder een baard kan. Elke week doe ik mijn baard, maar ik kan het niet op nul houden. Ik doe het op 0.5, 1, omdat als ik dat doe, krijg ik puistjes, toch? En er zijn mensen die het leuk vinden om een baard te hebben. En die houden zich aan de wettelijke regelingen om een baard wel te hebben. Maar om het dan wel netjes te houden, conform de figuur in de wettelijke regelingen.